Hallo beste koetjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Far Cry 2. Vandaag gaan we weer verder met dingen opblazen onder andere. De vorige aflevering hebben we een politiechef omgebracht. En nu moeten we onze huurling vriendinnetje helpen. Die onze vorige keer hielp hem hier naartoe te lokken. Of tenminste een tip gaf, waardoor wij hier de politiechef konden doden in plaats van dat hij in een konvooi zat. Wat natuurlijk een stukje makkelijker is om hem op een, mobiel, of op een plek te doden in plaats van dat hij mobiel is. En nu moeten we haar helpen een konvooi aan te vallen. Dus laten we even koekeloeren waar we helemaal naartoe moeten gaan. Oh, dat is niet zo ver. Dat is mooi. Maar we moeten haar in ieder geval helpen met een konvooi aan te vallen. En dat doen wij natuurlijk graag. Want, wat zei ik nou? Is het gezegd een goed boontje tot een loontje? Of er niks komt de zon op. Laat ik die dan beter gebruiken. Dat is denk ik een beter spreekwoord. Neem even dit ding mee. Daar staat mijn vorige auto. Nu heb ik een mooie blauwe. Net zoals de kleur op het kaartje hier. Die is ook blauw. Dan komen we weer langs een outpost. Hebben we die ook in Glibberate? Ik zou het niet weten. Hebben we die Glibberate? Ik zou het niet weten. Dat is geen correct Nederlands, maar mijn naam is Frans. Goed, dan gaan we dus nu even naar die outpost. Gaan we die even liberaten. Gewoon voor de lol. Voor de heck of it. En dan weten we voortaan ook wat we daar kunnen vinden als we dat geplunderd hebben. Of als we daar langskomen. Hier is trouwens ook het save point, laat hij ook maar meteen bevrijden. Er zitten toch maar twee mensen meestal die we om moeten leggen. En dat is natuurlijk gigantisch makkelijk. Geen moeite. We gaan deze aflevering ook de vlammen weer vrijspelen. Tenminste, dat was ik van plan. Moeten we even een konvooitje aanvallen zoals we twee afleveringen geleden gedaan hebben. En die missies die zijn gewoon zo, nou die zijn best wel makkelijk. Je kan meestal wel een beetje bepalen welke kant de route op rijden. En omdat we gelukkig een bambom bij ons hebben. Hier zo, het ziet eruit alsof we stel, weet ik wat, rioleringsbuizen aan elkaar geplakt hebben. En dan explosief erin gedouwd hebben. En ja, die leggen we dan op de weg. En dan zijn ze dood. Dat is makkelijk hè. Hallo. Doeloo. Nou, was dat hem of was er nog eentje? Nou, er moet nog eentje zijn. Het zijn mensen met z'n tweeën. Dude. Ga naar dood. Alsjeblieft. Maakt het makkelijker voor ons. Oh, je leeft nog? Nu niet meer. Ik had zo bruut op gewoon als ze bijna dood zijn. Gewoon nog even afmaken met je mes. Gewoon even drie steken zo. Tjaka. En als ik het dood. Een mild eruit halen of zo. En die geef aan weeskinderen. Zal die ook wat eten hebben. Nee, er is niks mis mee hoor. Gewoon een beetje mild voor de weeskinderen. Hebben tenminste ook een beetje vlees. In plaats van al die pap en shadies krijgen. En ook een leuke upgrade kregen we. Deze hangen nu in ons safe houses. Gewoon gratis even niks. Hier is ook al überhaupt zo'n doosje. Ik dacht al, volgens mij had ik die doosje al, maar dat is helemaal niet zo. In een van deze kisten is er dus een sniper die we voor te kunnen meenemen. Want we hadden zo laatst zo'n kist gekocht. Of een keertje een kist gekocht. Ik weet niet hoeveel afleveringen dat geleden was. Maar dan hebben we in ieder geval kunnen we zo'n kistje pakken als dat nodig is. Of we kunnen de sniper uithalen als dat nodig is. Maar ja, we hebben nu natuurlijk al een shotgun. Die vind ik ook nice. Dus dit is goed zo. Ik ben er blij mee met deze loadout. Dus nemen we deze gewoon lekker mee op avontuur. En als we vlammenwerper vrij speelt hebben, dan neem ik gewoon voortaan de AK-47 en de vlammenwerper op zak. En niet meer de RPK of hoe dat ding ook nog heet, de PKM. Ik schiet zijn hele voeten aan de kloten. Misschien kan ik beter op zijn lijf richten ofzo. Ik denk dat dat even zo meer de schade aandoet. Of op zijn hoofd, weet je. En in ieder geval plekken waar je makkelijker dood gaat. Want als je in je voet geschoten wordt, dan ga je natuurlijk niet dood. Call of Duty. Of je voet gestoken wordt, ook Call of Duty logica. Maar ja, oh, hij gaat me ook echt rammen deze pik. Jongen, jongens, zondags rijden. Het is niet eens zondag, het is vandaag woensdag. Ook heb ik het gevoel alsof het dinsdag is of zo. Maar ja, ik heb vakantie, dus dat mijn gevoel van tijd is helemaal weg. Bambom? Ja, graag. Toedeloo. Boom, bitch. Ik ben bijna dood, dat is wat minder. Weg hier. Ik heb het even lekker spuitje gebruiken. Hoppakee. Zo, dat was een auto minder. Of twee auto's zelfs, maar een auto leeft nog. En dat is mooi. Ik heb ondertussen wel een tentje opgeblazen, zo te zien. En een bosbrand veroorzaakt. Maar ja, dat zijn de risico's van het vak. Van de natuur en zo. Eens kijken. Wat hebben we hier voor leuks nog? En mensen aan de overkant die mij het leven zuur willen maken of niet? Zo te zien niet. Nog iemand in de buurt? Nee, ook niet. Nou ja, dit is een outpost waar je dus ook met de boot langs kan. Mochten we dat een keer leuk vinden om hier een boot te jatten of zo. Want dan kan je makkelijk de rivier over in plaats van zwemmen. Zoals wij nu doen. Of ik kan ook de brug nemen. Maar ja, wie neemt nou bruggen? Pff. Dat is ook een plaats in België. Wie gaat er nou naar bruggen? Serieus. Ik heb volgens mij nog enemies zitten. En in het huis ligt waarschijnlijk wel in munitie of zo. Of explosieven. Voor die geval iets nuttigs. Waardoor de volgende keer als we deze outpost zijn dat we kunnen meenemen. Ah kijk. Health dingetjes. Ook altijd handig. Spuit en zo. Dat bedoel ik met health dingetjes. Explosieven? Ja graag. Weer extra bambom erbij. Ik ben echt beschoten ergens aan. Maar ik heb geen... Oh ja, dat konvooi is natuurlijk in de buurt. En zij, wij moeten helpen met dat konvooi. Laten we dan maar lekker niet doodgaan. Ik wou zeggen lekker niet doodgaan. Dat klopt nog niet helemaal. Laten we haar gewoon helpen. Ik kom lekker met mijn PKM aangestormd met 100 kogels in. 100 kogels, ja, dus we kunnen haar mooi helpen. Mond of cocktails en aanslag. Dat is echt mijn favoriete explosief in deze game. En de malaria, dat is niet mijn favoriete explosief in deze game. Hoeveel pillen hebben we nog? Mensen, kijkt u nog even na of je pillen heeft? Nee, dat is dus niet zo. Ik weet niet of je doodgaat als je niet pillen neemt. Volgens mij niet. Voor mij kan je het één keer zonder pillen redden. Maar dan moet je eigenlijk wel meteen nieuwe pillen gaan halen. Anders is het wel gewoon
Einde verhaal. Oh kijk, ze heeft een boom op de weg geplukt. Dat is eigenlijk best wel heel erg slim van haar. Zit daar misschien weer op? Oh hell yeah, dit wordt makkelijker voor mij. Dan moet ik haar niet per ongeluk overhoop schieten. Dan moet ik even identificeren op wie ik schiet. Jij bent de bad guy. En jij ook. Of niet? Ben jij degene die ik moet helpen? Nee, niet. Zij is degene die ik moet helpen. Hallo. Krijg ik nog wat leuke diamantjes ofzo van je of niet? Mission complete. En nu wat? Of we krijgen gewoon vooraf betaald. Dat had ik niet verwacht. Dat ik eerst even verwacht dat ik ook nog achteraf wat geld zou krijgen. Jammer. Jammer. Heb jij misschien wat cash voor mij ofzo of diamanten? Daar is machete trouwens. Mag ik ook zo'n eentje hebben? Of wat, die heb ik ook. Bitch. Welk wapen heb jij? De FAL. Nice. Ik heb een shotgun. Nou, dat ging lekker. De aanval heb jij overleefd. Ik heb ook meegeholpen. Dus dat is ook een goede plus. Een goed teamwork. Maar laten we eens even koekeloeren. Wat voor missie gaan we nu doen? Oh ja, natuurlijk een wapenmissie. Je moet even een wapenwinkel zien te vinden. Was dit zijn wapenwinkel? Oké, die kant op. Gaan we langs dezelfde outpost waar we net vandaan komen. Dus dat is altijd gezellig. Er zijn waarschijnlijk wel weer nieuwe enemies gespand. Ik weet niet hoe snel ze dat doen. Maar ja, deze mensen planten zich gebruikbaar voort als motherfucking konijnen. Dus ja, weer extra fun. Zie ik de mensen staan of niet? Want je hebt ook van die verderkijkers, heb je erop? Nou, laten we even kijken. Oh, wow, dat is heel sensitief. Ja hoor, er zijn meteen ook weer nieuwe mensen gespand. Zelfs aan die kant van de brug zijn er mensen. Altijd genieten dit spel, hè? Even snel de vijanden weer terugspannen. Het is net als sommige van die linear shooters. Dat gewoon oneindig vijanden spannen. Dat is ook zo fucking vervelend. Ik wil graag vlammerwerper hebben. Vooral omdat ik dan dit allemaal in de fik kan zetten. Hallo! Toedeloo! Jij is dood. Jij is hartstikke dood. Dan komt hij nu met een auto aan. Jij krijgt even een granaat op je dak, als je die niet erg vindt. Ik denk dat hij dat wel... Oh, rijdt hij net weg. Dat is slim. Nu ga je wel dood. Kaboom! Waarschijnlijk veroorzaken we wel weer een soort heidebrand. Maar ja, dat is niet mijn probleem. Zolang wij gewoon op de weg staan, vliegen wij niet in de fik. Zo meteen dat hutje hebben ze ook meteen opgebouwd, wat ik net opgeblazen had. Echt. 5 seconden geleden, of een minuut geleden of zo, heb ik dat hutje opgeblazen. En meteen hebben ze weer een nieuwe gebouwd. Ik weet niet wat het zijn, maar voor mij... als zou dat in het echt zo gaan, dan was Afrika volgens mij geen derde wereld continent. Zo'n beetje. Zijn deze ook al dood? Oh, die zaten al bij in de auto. Ha, sukkels. Als we snel zelf weer nieuwe tentjes kunnen opbouwen. Of nieuwe hutjes. Dan doen ze echt snel. Dat is echt redelijk maar snel. Maar kijk, dan gaan we dus nu weer naar de wapenwinkel. Ik zie dat daar ook weer een nieuwe missie is. What the fuck? Pala. Dat is het dorp volgens mij. Zo heet het dorp toch? Pala. Kan ik dat ook zien of niet? Niet echt. Maar daar hebben we in ieder geval wel een missie. Maar we gaan lekker de wapenwinkel missie doen. Want die zijn ten eerste lekker makkelijk. En dan spelen we van weer vrij. En de AK volgens mij. Of iets anders. Ja, voor mij ook de AK. Of de AK hebben we al gekocht. Ik weet het even niet meer of we nou de AK gekocht hebben of niet. Diamantje in de buurt. In de bus volgens mij waarschijnlijk. Ik weet wel zeker dat hij in de fucking bus ligt. Want deze keer hebben we ook hier volgens mij omver gereden, of niet? Ja, die stond hier ook op wacht toen we in de buurt waren van diamant. Dus hij was gewoon wel de diamant aan het verdedigen. Waarom hij niet in de bus de diamant gaat verdedigen, geen idee. Maar hij liep gewoon op iemand te wachten of zo. En dan pakt hij het koffertje als medium. Waarom nemen we gewoon trouwens niet gewoon het koffertje mee? Alhoewel, dat is ook weer een beetje te zwaar om al mee te nemen natuurlijk. Veel te moeilijk. Waarom pak je niet gewoon diamant eruit, stop je die ergens tussen je balzak? Want niemand gaat er ooit zoeken naar diamanten. En neem je hem mee. Dat werkt gewoon. Zo. Kom hier weer langs een aanpouw. Schrijf je ook meteen Liberator, joh. Waarom ook niet? Oké, misschien krijgen we nog speciale achievement of wapens als we dit vrijspelen. Of ze al deze dingen geliberate hebben. Meneer, ik wil niet dat u daarachter gaat zitten. Dankjewel. Oh, achter me. Hallo. Boep. Ze vallen er ook gewoon af. Dat vind ik ook zo grappig. Ze vallen er altijd af als je ze doodschiet. Het is niet gewoon ze zakken in elkaar. Nee, ze vallen eraf. Ah, deze game is geweldig. Het is af en toe raar, maar het is ook geweldig. Zo, even repareren. Even weer een boutje aandraaien. Hartstikke idee. Deze doet het helemaal. Alle modes zijn ook gewoon hetzelfde. Het is niet dat... Oh, shotgun. Waar is hij? Meneer, ik wil niet dat u op mij... Dat is een granaat. Nou, dat ging gelukkig niet fout. Wat? Ik word hier met een pistool beschoten. What the fuck? Waar ben jij? Waar ben je dan? Wow, hallo. Dat is niet aardig. Het granaat. Boom. Zo, hey, dat was efficiënt. Oh, hallo, daar ben je. Daar was jij met je shotgun. Rick, waarom doe je dit aan? Leef je nog? Nee, nu niet meer. Oké, niet zo'n speciale finishing move op hem, dus hij is waarschijnlijk dood. Oh, zullen we shotgun gevecht houden? Kom maar op, bitch. Ik kan je hebben. Voor mij heb ik hem nu. Of ik heb bosje in het fik stoken. Dat kan ook. Dat kan natuurlijk ook. Oh, hallo. Bam. Ben je dood? Is hartstikke dood volgens mij. Oh, je leeft nog. Oké, van wel. Of ik kan het gewoon levend kunnen verbranden. Maar ja, zo'n dis ben ik nou ook weer niet. Ik vergis eigenlijk zeggen dat het in de fik zat. Anders had ik hem wel gewoon levend laten verbranden. Jezus, alles staat in de fik. Is het allemaal mijn schuld? Ik ga vanuit van wel, ja. Maar we moeten eens even dus kijken wat deze outpost te bieden heeft.
Ik heb de rails in de fik gezet. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen om rails in de fik te zetten, maar ik doe het gewoon. Ik ben zo'n persoon die dat gewoon voor elkaar krijgt, om treindeels zelfs in de fik te krijgen. Hier ligt mijn nutje of zo, of iets speciaals, medicijnen, explosieven, hier, nee? Nee. Wat speciaals is dit kampje dan? Ik zie hier een kapotte tv, of hij is nog heel, nu is hij kapot. Zo. Engste tv's die ze hier in dit land hebben, schiet ik ze allemaal kapot. Ja, waar zijn hier de supplies? Er zit altijd bij zo'n kampje zitten supplies, misschien in de trein of zo? Ja, in de trein, ik zag daar iets met mijn nutje staan. Ze wonen ook gewoon in deze trein. Wat? Hoe heb ik jou vermoord? Wat de... Hoe heb ik jou vermoord? Nee, nog een tv'tje. Wow, fuck. Dat was mijn andere auto. Fuck. Nee, hier staan gelukkig nog twee. De keuze is reuze. Dus we kunnen gewoon elke auto nemen die we willen hier. Dat is mooi aan het land. Er zijn geen burgers of zo waarbij je problemen mee krijgt als je een auto steelt. Alleen met milities en huurlingen die jou dood willen hebben. Zo, dan gaan we weer eens lekker doorrijden. Er zitten in totaal in dit gebiedje zijn 15 diamanten. We hebben er 2 gevonden. Dus we moeten er nog 13 vinden praktisch. Ja, ik kan toch geen achievement zoiets unlocken. Het is gewoon voor de veiligheid dat je die diamant kan unlocken. Gewoon dat je extra cash hebt en zo. Dat is niet het winkeltje. Dat is het gebouw waar we de munitie en wapens kunnen halen. Dit is het winkeltje van Henk. Hallo Henk, jij hebt vast een missie voor mij. Tuurlijk. Hier is mijn probleem. This Ukrainian is trying to move in on my business. He's got a shipment coming in. Bad product, none of it clean. You take out that convoy and I'll bring in some special inventory for you. Oké. Kunnen die Oekraïners beter niet zelf een wapens gebruiken dan zo nu? Ah, too soon? Waarschijnlijk wel. Mission accepted. Gaan we even opslaan? Ja hoor. Er kan nog altijd van alles en nog wat gebeuren waardoor we dood gaan. Dus dat moeten we ook weer niet hebben. Zo, alsjeblieft opslaan. Dankjewel. Ja, hartstikke idee. Hebben we nog spuiten nodig? Altijd. Natuurlijk. Wat pakt hij dan ook gewoon uit? Hij steekt gewoon zijn hand daar en grijpt even met zijn klauw wat dingen. En het zijn altijd spuiten die hij meeneemt. Ook zie ik ze niet zitten. Het zijn gewoon de spuiten die hij meeneemt. Wat zullen we eens meenemen? Zie je, we hadden wel een AK. Ik wist het zeker. Dan gaan we die lekker gebruiken. Mooi zo. Wat voor moois hebben we hier nog? Niet veel. We hebben daar de bermbommen staan die we altijd bij ons dragen. En hebben we hier de landmijn. Hier de AK-47. Hoppakee. Wat moeten we doen? Oh, wauw. Dat is helemaal de andere kant van het land. Verdomme. We kunnen naar het busstation gaan, maar... Zo te zien, nou, het valt mij. Als we gewoon stug doorrijden de hele tijd, dan redden we nog wel deze aflevering, denk ik, het opblazen. Nou, dit kampje hebben we net geliberated, zijn waarschijnlijk over nieuwe enemies. Niet eens! Dat is een wonder! Dit is werkelijk waar een Far Cry wonder. Dat je gewoon het kamp dat je 5 minuten eerder nog bezocht had, dat er geen nieuwe vijanden zijn gespand. En bij het andere kampje dat ik geliberated heb, toen wel. Zat toch? Dat vind ik raar. Nou, die rijden we ook nog even plat. Je weet nooit zeker of ze echt dood zijn, dus dan kan je ze net genoeg keer neersteken in de fik zetten of doodrijden of zo. Zo. Ik zeg maar zo, ik hou van mijn koffie. Ik hou van mijn vijanden zoals mijn koffie. Verbrand. Gebrand. Come here, bitch. Niet neer. Hoppakee. Gelukkig zit hier altijd infinite ammo op dit ding. Ook een fijn dingetje. Je kan overal minuutjes vinden in dit spel. Of de munitie is oneindig in het spel, dat bedoel ik eigenlijk. Je kan het niet overal vinden, maar als het er is, dan is het er oneindig. Zo, dan gaan we scrap zelf iets gaan, moeten we niet naartoe. Komt later volgens mij wel. Hoe gaan we hier ooit langs? Ik denk dat we gewoon het spoor moeten gaan volgen. Dus dat wordt een beetje vervelend op die... Hoe is mijn motor kapot te gaan? Serieus, ik ramp echt een heel klein paaltje en meteen is mijn motor naar de kloten. Raar spel ben je ook eigenlijk, Far Cry. Raar spel. Ik ben wel blij dat je hier gewoon niet een snijbrander hoeft mee te nemen. Of zo'n lasapparaat zoals in Far Cry 3. Om je auto te repareren. Maar dat je hier gewoon een beetje een boetje aan draait. Maar dat helpt niet meer als hij de fik staat. Maar ja, het is iets. It's something, zeggen we dan maar. Oké. Ik denk dat we hier dus gewoon moeten afstaan. Dan spoor volgen. Er rijden toch geen treinen in het land. De enige treinwagons die we tegenkomen, die staan stil op de rails. Dus dit gaat zo wat chill. We hadden ook gewoon niet langs het explosieve kampje hoeven rijden. Maar gewoon één keer deze bocht kunnen nemen. En over het spoor gaan zoals hier is. Want explosieve kampje die staat op het spoor, dat is waar ook. Daar komen we net vandaan. Wij zijn nu in een trein. Tjoek tjoek, motherfuckers, ga aan de kant. Anders rijd je hem omver. Spring alsjeblieft niet voor de trein, want het is waarschijnlijk wel dodelijk als je voor mijn auto springt. Maar dat laat niet zo'n troep achter. Dat weer niet. Goed, dan gaan we hier doorrijden. Komen we nog langs een kampje. Gaan we die liberaten? Nee, wel mijn kampje liberaten. Zo, dan ga ik, wat deed ik nou weer? Niet uitstappen. Ja, stomme, brood mijn hol. Stap gewoon weer in. Stap maar achterin bij mij. Achterin mijn geweerauto. Dit is helemaal niet een geweerauto, maar dat maakt niet uit. Ze rijden ook gewoon door de woestijn volgens mij, deze wapenleveranciers, die Oekraïense wapenleveranciers. Ik weet trouwens niet of ik al naar het volgende gedeelte van de wereld kan.
Want dit spel kent namelijk twee wereldgedeeltes. Ja, Zuid en Oost of zo. Zuid of Noord. Staat er nog een naam bij? Nee. Of ja, Noord en Zuid waarschijnlijk heet dit land. Ik weet niet hoe het land precies gelegen is. Of het nou echt... Ja, ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik heb nog een kaart hier liggen. Of die heb ik ergens anders gelaten. Daar valt het wel op te zien. Dan kan je ook echt wel een specifieke naam zien van alle plekken. Zit er ook ergens een safari station of zo. Kan je in de fik zetten. Zoals alles in het spel. Je kan het in de fik zetten. We komen in de buurt van een diamantje. Hier in het kampje gok ik, of niet? Ja, we komen toch langs het kampje. Kunnen we ook meteen liberaten. AK-47 is wel een fijn wapen, moet ik toegeven. En meteen krijg ik fucking veel vijandenmacht aan. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg altijd. Altijd heb ik al veel vijanden achter me aan. Maar het is een lekker wapentje, de AK-47. Dat moet ik toegeven. Ja, het ziek idee. Gigantische... Is dat een kip? Dat is een kip! Een kip in Far Cry? Awesome! Ik noem jou Henry. Jij wordt mijn nieuwe vriend. Jij gaat het huis verwaken met je leven, totdat ik terug ben. Of heb ik hem al geliberateerd of niet? Nee, er zit nog eentje in de buurt. Oh, misschien is Henry. Jij bent een stuiger. Henry, nee, verlaat me niet, Henry. Hier, ik geef je cadeautjes. Hij vloog nog best wel ver, Henry. Wist jij dat kippen niet konden vliegen? Dat is niet waar. Kippen kunnen wel vliegen. Oké, waar is die laatste pick die we moeten rood hebben? Voor mij is het een sniper of niet? Ik denk dat het een sniper is die ons dood wil hebben. Of niet? Waar is die laatste pick? Want het komt niet het gebouw binnen. Gek. Raar. Vreemd. Waarom komt niet het gebouw binnen? Hoe heb ik trouwens die explosie overleefd? Dat is misschien nog de grotere vraag. Waar is die pick dan die we dood moeten hebben? Is die ergens geglitcht of zo? Kan natuurlijk, hè. Het is een blijft een game, dus glitches zijn vaak voorkomend. Waar de fuck is hij? Dat is daar. Is er nog een diamantje in de buurt? Nee. Nou, dat is flauw. Kunnen we niet het huis binnen? En kunnen we niet... Oh, ja, nu opeens wel. What the fuck? Is opeens je gast doodgaan door een hartaanval of zo? Misschien was het een heel dik persoon dat hij door een hartaanval stierf. Ja, dan gaan we dat ook doen. We gaan hier gewoon even naar binnen. En dan gaan we spuitjes pakken. Hartstikke idee. En dan gaan we naar buiten. Toedeloo. Ik kan ook wachten tot dag is. Maar dat is niet leuk. We nemen gewoon weer de Trans-Afrikaanse Express. En dan gaan we weer lekker verder. Henry toch, het spijt me. Maar jij was blijkbaar de laatste die dit fort verdedigde. Dus ik moet je wel omleggen. Wauw, ik wist eens dat fucking kippen in het spel zaten. Nou, we zijn ook een keer eerder koeien tegengekomen. Helemaal in het begin van de game. Als een soort intro kom je tegen. Als je door die taxichauffeur gebracht wordt. Maar serieus, ik had het echt niet verwacht. Er staat trouwens dood op mijn arm. Morte. Dat is Spaans voor dood. Volgens mij. Of het staat voor moord. Weet ik veel. Morte. En dan gaan we lekker rijden over het treinspoor. We komen helemaal nergens. Want ik weet niet hoe dit überhaupt functioneert. Dat ik met mijn auto over het treinspoor rijd. En dat die mijn banden helemaal naar de tering gaan. Maar ja, ik ben niet diegene om het in twijfel te trekken natuurlijk. Game logica. Woep, woep. Alle struiken plat. Of... Nee, ik rijd ook echt plat. Ik denk ze gaan alleen eens plat en dan veer ze weer op. Maar dat is niet het geval hier. We komen een beetje in het droge gedeelte van de game volgens mij. We zaten net allemaal in een groene, lustige jungle. En hier niet meer. Nu zitten we gewoon een beetje op plekken waar je van denkt van... Nee, wil ik hier wel zijn? Wil ik hier wel leven? Nee. Zo, dan hebben we hier dus de grens volgens mij met het andere gedeelte van het land. Daar kunnen we nog niet naartoe. Misschien is het als GTA dat je dan gewoon politie achter je aankrijgt of zo. Ik zou niet weten hoe het functioneert. Oké, we gaan sneller dan hun. Dus als we hun inhalen, hier zo... Ik ga een mooie bermbom neerleggen. Ik moet even kijken hoe ze gaan trouwens. Want dan kan ik een beetje anticiperen. Dus een beetje bedenken hoe ze gaan. Gaan ze hier afslaan of zo? Nee, dat niet. Ik ga ze proberen gewoon snel naar hun te zijn. Hou nou maar RPG of vrij spelen. Dat zou zo veel fijner zijn. Want dan schoot gewoon een raket op en af. Plop, hartstikke dood, hartstikke fijn. Nog een safe house. Nice. Gaan we die zometeen ook even liberaten als ze hier afslaan tenminste. Voor mij slaan ze hier af, of niet? Hallo, toeloo. Zijn die met een beetje veel, by the way? Nou, dit werkt ook natuurlijk. Nou, nieuwe safe house erbij. Altijd lachen. Is dat een kip? Nee, dat is een tuinstoeltje. Kom maar niet, pik. Ik heb een bom voor je. En het is jouw naam staat erop. Oh, fuck. Oh, fuck. Hé, hey, granaat. Dit ging niet als gepland. Nee. Au, au. Ik ben dood volgens mij. Nu ben ik echt dood. Ja, ik ben dood. Load last save. Doen we dat gewoon even. Wat heb ik voor de laatste keer opgeslagen? Volgens mij in de wapenwinkel. Of niet soms? Nou, fucking hell. Dan zou ik dus dat hele stuk weer overnieuw moeten gaan. Want ik heb niet opgeslagen in het huisje dat we laatst unlocked hebben. Verdorie. Volgens mij, we gaan even kijken tot hoe ver ik opgeslagen ben. Maar als ik daar opgeslagen ben in het wapenwinkeltje, dan sluit ik de aflevering. Nou, kijk eens aan. Dan wil ik graag deze aflevering beëindigen. Dus bedankt voor het kijken deze aflevering van Far Cry 2. Laat een duimpje voor actie achter en abonneer op Cardus Gameplay als je dit een leuke aflevering vond. Dus jullie de volgende keer weer. Zeg daarom hier. Later.